Welkom bij de zeer uitgebreide review van Dead Island 2. Speciaal voor jullie bazige bazen op GameKings Premium. Zitten we hier klaar met mij, Daan en met Boris. Jawel. En we hebben dit weekend hebben we Hellé geëxploreerd. Certified zombie killers. We zijn certified slayers. We zijn slayers. Want je gaat in Dead Island ga je met één van 6 of 7 slayers. Of 8. Die kies je. Vind je het jammer dat je niet zelf een slayer kan maken? Tuurlijk. Ja, ja. Dat vind ik altijd jammer. Dat vind ik in elke game vet. Ja, ik wil eigenlijk, als ik een game opstart, wil ik eerst gewoon 3 uur bezig zijn met character customization. Ja. Zelfs als zie je niks van die personage terug de rest van de game. Maar het is wel, zelfs als je voor een spiegel staat, zie je jezelf ook niet. Nee, dat is heel gek. Dat is al meteen een beetje. Gewoon raar. Anyways, die kan je kiezen in een best wel toffe intro sequence. Dat vond ik dan wel weer heel tof gedaan. Je zit op een gegeven moment in een vliegtuig. Daar hebben we ook beelden van. Dus gooi ze er alsjeblieft in, want we zijn al een minuut in bezig. In het vliegtuig. Kijk, hier gebeurt het. Ietsje verder in dit clipje. Ja, ik vind de intro scène namelijk echt vet gedaan. Kijk hier, knip je over naar een andere character. Dan knip je op een gegeven moment weer deze verder. Deze heb ik gekozen. Ik was de firefighter. Jij was de guy. Ik was deze guy. Ryan. Alleen maar firefighter stuff. Dus ik moest inderdaad ook wel de firefighter kiezen. Heb je ook Ryan gekozen? Ik heb ook Ryan gekozen. Geen maar jij bent toch heel inclusief. Je hebt toch gewoon die genderneutrale chick gekozen? Die was er niet echt. Ik vond ik hou van brandweerseries. Dus daarom heb ik die guy gekozen. Kijk, deze heb ik bijvoorbeeld niet gekozen. Daar zou ik echt niet graag mee willen spelen. Ik hoopte mijn guy eigenlijk ook nog te zien. Deze chick queen. Dat was mijn nummer 2. Ja, die was die van als choice, inderdaad. Ja. Anyways, hier zie je dus dat de wereld van Dead Island 2 naar de tyfus gaat. De zombie outbreak die we kennen van 1 en Riptide heeft inmiddels LA bereikt. En we zijn bezig in een weidse quarantaine. Waaruit jij eigenlijk dus inderdaad in dit vliegtuig een soort van meal ticket hebt gekregen. Ik weet niet waarom jij dat krijgt, maar je mag ontsnappen. Maar het gaat verkeerd en je stort neer in Hellé. Ja. En in principe is het vanaf daar taak dat je door de game klieft natuurlijk. Op zoek naar een way out eigenlijk. Ja. Ja. En nee, mijn guy. Terwijl je dat was doet. Die guy. Ik was Jacob. Ja, die zat hier in de als een stowaway in de dinges met een dinges met een sigaartje. Niet dat je dan zou bevriezen of zo. Zit ook iemand in de hier een rock'n'roll chick in de in het boeg, hoe noem je dat? In de bowels van de plane. Ja. Ja, die neemt een sigaret. Ja, ik vond dit een vibe intro. En dan begint het crash neer en dan tijdens het crashen zie je de characters zitten en dan kun je ertussen kiezen. Ja, dat vond ik wel vet gedaan. Ja. Kun je even skippen naar het eindregie? Dan zie je dat er niet groeven eruit. Maar dan zie je inderdaad hoe je de character keuzes kan maken. Ja. Maar dan moet je dus inderdaad dus op zoek naar die eigenlijk een way out. Een helikopter hebben ze het op een gegeven moment over. En je ondertussen ontmoet je allerlei characters die je eventueel wel of niet mee wil gaan nemen. Kijk, daar zitten ze. Ja, hier kies je ze. Leuk. Ja. Ik vond het leuk gedaan. Ik vond het een goede game. Die set, die established de wereld en waarom je fax moet geven. En ik vond dat hier goed gedaan. Dan kom ik wel meteen bij mijn eerste vraag aan jullie. Hebben jullie het idee gehad dat de toughness, stamina, health recovery, al die ongein echt verschilde? Ik heb alleen met Ryan gespeeld. Ja. Maar vond je, kijk, hij heeft weinig agility. Denk je, voelde je dat? Nee, het voelde prima, de movement speed. Daarom, en als je rent, dan outpace je de zombies. En dat is waar het om gaat uiteindelijk. Weet je? Ja. Dus agility is misschien volgens mij hoe je endurance. Je moe wordt. Ik denk je snelheid. Je kon prima rennen. Ik heb niet het idee dat het heel veel doet. Nee. Dus ja, dat is een beetje vooral een cosmetisch ding. Hebben jullie Dead Island 1 gespeeld? Zeker. Eventjes, ja. Wat vond je van, laat ik zo zeggen, Dead Island 1 was letterlijk een eiland. Was heel groot, was echt open wereld. Open, ja. Waarin je dus allerlei avonturen kon beleven. Voelde een beetje RPG, was ook RPG-achtig. Ja. Deze game is veel meer, je ziet het ook wat je hier ziet, zo van oké, gangetje, je loopt door deze tunnel heen. Ja, vooral dit eerste stuk natuurlijk. Nee, maar dat ook als je dan uiteindelijk kom je in Bel Air, dat is dan zo'n hele dure villa-wijk in LA. En daar, je moet daar allerlei dingen doen, weet je. Dus ga daar naartoe, doe dit, doe dat, weet ik veel, dat soort shit. En
dan heb je ook nooit echt de vrijheid om door die hele stad heen te gaan. Maar het is meer een soort van... Van zone naar zone. Ja, en dan de straten waar je doorheen loopt zijn eigenlijk ook gangetjes. Weet je? Want je kunt niet echt erbuiten. Er is maar één beginpunt en er is één eindpunt. En ondertussen zijn er allemaal zombies. En ik moest toch wel even wennen. Want ik vond het juist zo tof bij die Dead Island 1. Dat je dat hele eiland had. Dat voelde ook tof namelijk. Ja, en dat voelde ook toen vooral, want die Dead Island 1 is natuurlijk echt nou een game uit 2010, denk ik, of 2012. Deze game komt namelijk, is begonnen ooit met ontwikkeling in 2012. Dus deze game is... We hebben een hele trailer gezien op de E3 die uiteindelijk nooit tot een game heeft geleid. Ja. Nou, deze, dat is deze. Ja, oké, maar er is een hele... Ik heb de game gespeeld ooit op de E3, jaren terug. En wat dat was, dat is gewoon helemaal weggegooid. Wat was dat dan? Weet je dat nog? In principe was het sowieso heel erg veel lelijker dan dit. Want deze game is echt wel heel mooi. Ja. Maar wel dat je inderdaad in LA in een of andere mansion zat. En dan kwamen er allemaal zombies. En die moest ik op hun hoofd slaan met allerlei dingen. En dat is het allemaal nog wel, maar je ziet gewoon dat het helemaal opnieuw ontworpen is en ontwikkeld is. Ja, maar ze hebben er dus inderdaad niet echt een open wereld van gemaakt, maar districten die inderdaad ergens gewoon gangetje zijn. En vooral heel erg designed om, weet je zo, dat je eerst even die kant om de villa en dan ga je de garage in en dan ga je het huis strak door. Strak geregisseerd eigenlijk. Ja, echt best wel strak geregisseerd. Je hebt wel wat vrijheid in die districten, je kan daar side missions doen, maar uiteindelijk voelt het best wel... lineair-ish, on-rails-ish. Wat ik inderdaad ook jammer vind. En waar ik dus denk... Want deze game heeft natuurlijk in principe... in de development hell gezeten. Ja. Boris vindt het echt heel vet hier in deze studio. Ja, ik vond deze intro kut. En dan moet ik er nog even kijken. Ja. Waarom vond je het kut? Nou, kan ik je vertellen. Omdat het ergens de suggestie werkt dat het grappig gaat worden. Dat het niet serieus is. Een beetje tong-in-cheek, weet je. Je ziet ook een soort van die chick die daar nu met haar schoenen bezig is. Die is een soort rockster, een soort filmster. Ja. En dan heb je die guy die helpt haar. En is iedereen het aan het zeggen. Ze is heel beroemd, hoor. Ze is heel beroemd. Nou, dan heb je hier nog iemand die zit vast met zijn been. En zijn vriendin ligt ernaast. Vond je het geen goede establishment? Nee, helemaal niet. Nou, ik vond het wel in de vibe. Maar het is ook, moet je kijken hoe dit eruit ziet. Weet je? Die first person, dit hoeft niet first person te zijn. Maar omdat die hele game first person is, heb je dan zoiets van, het vertelt gewoon niet lekker. Maar goed, dat is niet eens mijn grote probleem. Mijn grootste probleem is dat dit pretendeert ergens grappig te worden. Beetje Dead Rising-achtige humor. Maar het nooit uitvoert. Nee. Ja, ze hebben heel erg een beetje wat veel games tegenwoordig doen. Een beetje dat losse, kijken ons eens even leuk doen. Proberen bepaalde stereotypes een beetje op de hak te nemen, maar niet hard genoeg, waardoor het niet helemaal doorkomt. Ja, het lijkt een soort schooltoneel. Moet je ook kijken hoe ze hier met z'n allen staan. Zo van, wat doe jij? Ik ga hier. Oké, wacht, wat gaan we nu doen? Oh, ik hoor een eng geluid. Zou het een zombie zijn? Ik weet het niet. Oké, weet je het zeker? Wat is je punt dan precies? Het is schooltoneel. Het is gewoon slecht. Het is mij, dit is menig game, is precies op deze manier. Nee, niet, ik weet het. Het heeft een bepaald soort vibe die me net... Het raakt net de verkeerde stad. Het is een slasher horror film. Nee, maar dat hebben ze geprobeerd om te doen. Maar het lukt ze niet. Waar Dead Rising dat perfect deed... Nou, maar die ging veel beter dan menig films. Weet je, die deed zoveel dingen slim. Bovengemiddeld slim voor menig game. Dat is niet een eerlijk voorbeeld bijna. Want er worden nog steeds games. Maar als jij dan zegt van... het is een soort slash trashy-achtige horror shit. Ja. Daar zijn alle personages zijn een soort van over de top karikatuur van zichzelf. Ja. Dat is hier namelijk niet zo. Klopt. Er zijn er een paar die een beetje extremer zijn dan. Maar dat is inderdaad een van mijn... Ik ben het namelijk niet helemaal mee eens met dat de toon niet... Ja, het wordt inderdaad nergens heel grappig, maar het is los. Het voelt lossig. Het voelt niet serieus en het voelt niet heel slapstick. Bij het eerste deel wisten ze dat wel beter te doen. Nee, dat was veel serieuzer. Ja, maar de enigszins lollige toon die erin zat was niet geforceerd. Want het was uiteindelijk, aan het eind van de dag, was het nog steeds lekker zombies mappen. Dat was de kern van de game. Ik vond dat hier niet wringen. Ik vond dit hier niet vervelend. Maar wat ik inderdaad wat ik wel jammer vond, is dat de characters vrij... Die mensen die hier staan, zijn niet heel uitgesproken inderdaad. Nee. Die zijn niet overdreven, die zijn niet over de top, die zijn niet een karikatuur van. Het zijn vrij platte Terwijl ze characters. Eigenlijk willen, in helemaal qua uiterlijk, dat het wel heel uitgesproken personages zijn. Maar dan hadden ze dat moeten doen. Ja, mag ik nog een punt van kritiek aandragen? Ja, dan moeten we nog een beetje eigenlijk uitleggen over het verhaal. Even over het verhaal nog. Aan het begin van deze scène die we net zagen, wordt de hoofdpersoon, ik was Ryan, Jacob en ook Ryan, die wordt gebeten.
Ja. Door een zombie. Ja. En je bent immuun. Ik vind, ja, ik sorry, maar ik vind dat gewoon dom. Ik vind het echt gewoon kankerdom. Hoezo? En, dat zit in menig film. Dat ja, zit in fucking en daarom hebben ze het gedaan. Maar wat de ja, nu ben je ook immuun. Wacht even. Ja. Maar het grote verschil met The Last of Us is dat jij beschermt iemand ja. die immuun is. Nu ben ik als hoofdpersoon niet immuun. Met andere woorden, de hele... Je bent wel immuun. Sorry, ik ben wel immuun. Maar het betekent dus dat de hele dreiging die er van zombies uitgaat, ja, is weg. Ja. Want een zombie is natuurlijk dom en langzaam komt op je af. Maar als hij te pakken heeft en bijt, dan ben jij dus ook zo'n, weet je... Nou, je wordt hier non-stop. Hier zien we hoe je dan... Waarom zou ik me druk maken om het feit dat ik gebeten word als ik het wel kan hebben? Nou, dat ik hem nu kan slappen. Nou, met true. Buiten het feit dat het wat van mijn health afgaat natuurlijk. Nou, dat en op een gegeven moment ga je dood en kun je gewoon verder meer waar je was. Het is letterlijk soort van, je gaat dood en je spant soort van 40 meter terug, verder, wat dan ook. Ja. En je kan opnieuw. Dus er is inderdaad geen dreiging afgezien van... Ik vind het gewoon jammer, ik vind het gemist. Maar en dan er ook... is nog iemand immuun, hè? De soort van, die kom je zo meteen tegen. Ja. Dus er zijn nog meer mensen immuun. En natuurlijk, hij heeft zoiets van, oh, maar ik ben de fucking de savior van mankind. Dus ik moet nu, en dat is natuurlijk een beetje wel wat ze hebben geprobeerd. Ik moet nu naar een laboratorium toe om mijn bloed af te staan. Dus dat is een beetje de druk. Ja, het is lekker origineel, weet je. Ik heb net fucking... Mezelf door 8 aflevering van The Last of Us op net of HBO doorheen geworsteld. Ja. Ik vond het echt een kutserie. En ik, ja, weet je, ik had zoiets van, ze hadden dat niet hoeven doen. Vind jij nog dingen leuk überhaupt in het leven? Heel veel dingen, maar, ja? niet al die scheidshit. En het ding is ook, weet je, vaak kan het me niet schelen als dingen slecht zijn, maar het zombie-genre is een genre wat ik echt, dat draag ik een warm hart toe, weet je. Ik bedoel, net als dat ik altijd tot in den treuren zal zeggen van Dead Rising, maar ook Days Gone, zijn gewoon goede zombie games. Ik vind dat je op een bepaalde manier met zombies om moet gaan, omdat kijk, omdat ze kunnen, zombies kunnen heel veel shit niet. Het zijn niet, ze zijn dom en hun kracht komt vanuit de massaliteit. Ja. Weet je, er zijn er heel veel. En het is een metafoor voor hoe de mens is en dat de massa niet nadenkt. Het is allemaal het is een geweldige metafoor. Ja. Maar in veel van die games wordt het gewoon, die metafoor wordt niet begrepen. En ook de manier hoe je ermee omgaat. En ja, maar je kan maar zoveel vaak een game maken waarin dat heel erg goed gaat. Helemaal niet, dat kan je oneindig doen. En waarom ook? Saai. Dit is saai. En waarom is dit saai? Omdat je bent, één, je bent immuun voor als ze bijten. Nou, dus dat is al niet meer eng. Nee. Vervolgens sla je ze met een heel scala aan dingen variërend van bezems tot biljart. Tot allerlei soorten gereedschap. Sla je ze de hersens in. Hoef en je guns helemaal... natuurlijk later hoor. Maar... Ja, die komen helaas echt veel halverwege later pas. De game, denk ik. Ja, maar dat ik ook zeg. Die hele melee actie is te kut voor woorden. Is echt heel slecht gedaan. Het kan niet beter. Het kan heel veel beter. Aan. Welke game is het beter gedaan? Nou, Days Gone bijvoorbeeld al. Daar werkt het echt heel goed. Daar werkt de melee heel goed. Maar is hier, dat een first-person game? Nee, het is third person. Maar het ding is dat wat je hier ziet... Daan zei het net toen we begonnen met opnemen. Je zag het net ook in die actie dat die zombie die je met een zwaard aan het slaan was. Het lijkt wel alsof je ze met een leren riem om je raakt ze niet. Je ziet je sledgehammer als jij beweegt. Je ziet het ding bewegen, maar je ziet die sledgehammer die houdt gewoon deze beweging. Ja. En het lijkt alsof er een halve meter tussen jou en die zombie zit en die sledgehammer. En die beweegt. Oh ja, ik heb hem geraakt, want hij beweegt. Heb je wel eens een zombie met een sledgehammer geraakt? Ja, wel een meloen. Nou, meloen. Nou, dan ga je. In een premium vision dan aflevering. Dan zie je ook van, oké, dat gaat heel langzaam, want je moet dat momentum opbouwen. Dan is hij over zijn top. Dan weet je dat de kracht neerkomt. En dan wat je ook raakt, dat splettert uit elkaar. Ja. Een zombie, een meloen, het is een beetje hetzelfde. Ja. En hier, ja, die klauwen ook. Weet je? Je kan blijkbaar, kan je dus gewoon alles afweren. Maar dit moet je kijken ook, er gaat geen enkele... Ik moet zeggen, die finishes die waren wel juist heel leuk. Ik vond het heerlijk. Ik vond die actie hartstikke goed voelen. Want first person action, hack and slash, is gewoon heel moeilijk om te doen. En er zijn nog steeds, elk jaar zijn er partijen die zich daaraan wagen. En in principe kan je altijd die kritiek geven, het voelt niet goed. Want het is gewoon heel moeilijk. Ja, dus maar voor een game die goed. First person hack and slash doet. Nee, dat klopt. Maar er is geen game die het beter heeft gedaan. Maar moet je dat dan kijken, niet dat dit heel flats, goed is. Flats. Het lijkt wel alsof je met een riem ben je met zo'n slat. Nee, slat, het voelt fucking forceful. Ik zit echt die zombies alles behalve te rammen. Forceful. Nee. Ja, nee, ik had het echt. Ik had heel erg dat gevoel. Ik vind het heel fijn voelen. En het is niet beter in een game gedaan dan dit first person. Het betekent niet dat het flawless is en dat het is waar het zou moeten zijn. Nee, maar er is geen beter voorbeeld van hoe first person action voelt. Voor een kut game heeft het goed gedaan.
Dat is wat je zegt. Voor een first-person hack-and-slash game heeft het... wat gewoon kut is, inderdaad. Maar heeft het de mechanics best goed gedaan. En sorry, af en toe ben je echt aan het kutten. En vooral de dropkick werkt voor geen meter. Dat soort shit. Ja. Maar, de Dying Light dropkick. Maar daarin werkt hij misschien wel beter. De dropkick het zelf. Maar aan de andere kant, het lijkt heel erg op die besturing. En ook in Dying Light is het gewoon heel moeilijk. Daarom miste maar ik het ook moeilijk heel is erg. Geen excuus, weet je. Verzin dan een manier waarop dit wel werkt. Want ik vind dit namelijk niet werken. Kijk nou ook hoe deze zombies zijn, weet je. Het is gewoon... Er gaat geen dreiging vanuit. Nul. Nee. En dat is niet oké. Okay. Dat hoort niet bij een zombie game. Op zijn minst moet je hebben, en zeker de fase waarin je nu verkeert, hè, want dit is redelijk in het begin van de game. Dat betekent dat je... waar ben je level? Ik zie even niet welk level je bent. Dit is de Stanton Hotel of iets dergelijks. Ja, de derde district. Oké, nou goed, whatever. Het is helemaal in het begin. Maar, je bent hier waarschijnlijk level 3 of zoiets. Dan moet er nog flinke... Nee, ik ben hier veel, veel, veel hoger level. En het is wel wat verder in de game. Dit is, dit is echt niet een derde. Nou, ik weet niet. Maar anyways, er moet dreiging uitgaan van die zombies. Ja. En dat gebeurt er gewoon niet. Ja, maar bijna nergens. Behalve als je 4 crushers achter je aan hebt lopen of zo. Weet je, die natuurlijk, zoals in elke zombie game heb je ook nu, of nou niet in elke, maar moderne zombie games heb je meerdere zombie archetypes. Je hebt gewoon de normale, de walker, je hebt runners, slashers, je hebt, weet ik veel, beetje bloaters, letterlijk, een soort van, ze heten niet zo, maar ze doen hetzelfde. Ja. Je hebt crushers die echt super groot zijn. En in het begin heel moeilijk. En daarna op een gegeven moment pak je ze alsnog, alleen ze doen meer damage. Ja. Mm-hmm. Nou ja, kijk, als het soms wordt het wat drukker. En dan is het even aankloten en godverdomme, weet je, dan voel je wel een beetje waar ik het enige had. Ze hebben de neiging om uit ruimtes te komen achter je. En omdat ik speelde, het is heel onoverzichtelijk. Ja, het is heel onoverzichtelijk. Dus dan opeens zie je dat je geraakt wordt door iets en hoor je en dan draai je om en dan staat er een zombie op je in te hakken ergens aan de zijkant en dan geef je hem een map en dan vliegt hij door de kamer heen. Het maakt verder ook niet zo heel veel uit als dat gebeurt. Ik bleef alleen maar bevestigd worden in het feit dat het niet klopt. Weet je, de mechaniek van deze game klopt niet. Nou ja, nog terugkerend op die melee-actie. Je ziet, wat ik zei, je ziet alleen maar dit, maar je ziet hem. Bij de sledgehammer, bij niet maar bij het alles. Het is alsof hij met zo'n lint aan het zwaaien is. Ja, het klopt. De physics kloppen niet. En dat komt, kijk, je wilt hem zien afremmen mid-screen, zeg maar, dat je gewoon bam, impact. Niet dat hij door... Dus jullie vonden de actie niet leuk? Het was een zwierige, trage beukactie. En als je dan vooral die finishes, als je die dan deed, ja, dan komen ze aan. Ja. Dat is lekker. Ik moet ook wel zeggen, dan moet je of een perfect block doen of een perfect dodge. En dan ontstaat er zo'n vierkantjes momentje dat je even die indrukt en dat meteen een finisher is. Of als ze op de grond liggen, dat je even een kop kapot trapt. Maar daarom miste ik dat het net wel even aankwam. Omdat je niet een soort van boom en dan een soort van terugkaatst of iets. Maar het is altijd door. Zijn er voorbeelden waarin dat beter gebeurt? Nou, Dying Light doet dat niet veel beter. Ik durf niet te zeggen dat in Dying Light anders was. Of dat zelfs terugzorg, denk ik. En het is wat je al zei. Het is heel lastig om dat in een first person game te doen. Maar ik vond Dying Light heb ik nooit leuk gevonden vanwege dat probleem. En ik had hier dat ik Dead Island 1 leuk vond, omdat het zo'n RPG in de open wereld game was. Mm-hmm. Nu hebben ze de RPG in de open wereld eruit gehaald. Er zit nog een heel klein beetje RPG in. Het is echt voor beginners. En ik vind gewoon dat wat er overblijft, ik vind het gewoon net niet leuk genoeg. En het enige wat ik heb, ik hou van zombie games. Dus daarom vind ik de wereld heel erg tof. Ik vind ook het vet dat je in een in Bel Air zit en is in de rijke buurten van LA waar dus iedereen als zo, weet je, je komt allemaal van die dingen tegen. Dus op een gegeven moment kom je een soort safe room tegen waar iemand bezig was om een soort van om hulp te roepen of iets op te nemen en toen overduidelijk aangevallen is door zombies en nou goed, waarschijnlijk iemand die ook in die safe room zat die toch stiekem gebeten was. Dus je kan het een beetje herleiden wat er gebeurt. En dat vond ik heel tof. De world, ja, maar de wereld is cool, toch? Die in dit geval dan die villa's, wel vet gedesigned. Dat je ziet van, oké, hier is een deur, daar kan ik niet in. Maar er is toevallig een raam boven, wat je doorheen kan trappen of doorheen kan, wat dan ook. Dus dat was allemaal, ik vond op zich de level design vond ik goed. Ik vond het jammer dat de zones kleiner waren dan ik had gehoopt of verwacht. Ja. Je hebt dan dat Bel Air waar je echt wel een villaatje of 6 hebt waar je dan een beetje doorheen kan struinen en door die straatjes. Hier, dit is een goed voorbeeld. Dan kwam iemand van achter langs, weet je. Wat de fuck gebeurde daar? Maar hoezo? Zombies komen van elke kant. Dat is toch niet gek?
Ze wachten het even die andere twee een finishing move. Maar ze valt je, die zombie valt jou ook niet aan hier dan. Dat is ook al raar. Weet je, de AI is best wel slecht. Maar goed, vooruit. Weet je, er staat er nog eentje op een. Oh, dat is die ene weer, of niet? Maar, dat is toch maar wel... kijk nou hoe... Oh, ja. Wat? Ik snap het niet wat gewoon, jullie bedoelen. Het ziet er jullie gewoon zijn raar uit. Aan het ranten op niks af. Nee, het is gewoon kut. Ja, kijk dat, nou. Je kan wel duizend keer zeggen het is kut, maar dan wat is er hier kut? Hoe die zombies, hoe ze bewegen, hoe de... De camera staat stil en je ziet een voet in beeld komen. Ja, ja. Het ziet alsof je aan het zwaaien bent met je voeten. Hop. Hier, hop. Wat gebeurt hier nou weer? Niemand weet het. Er ontploft iets. Fucking ja, lijp. Tuurlijk ontploft er iets. Waarom ontploft het? Omdat het een explosive device was wat vuur... which caught fire. Hier ga ik gewoon dood. Dan ben je dood. Wat niet vaak gebeurt, moet ik zeggen. Ja. Ik vind de game namelijk niet zo moeilijk. Je kan volgens mij niet de moeilijkheidsgraad En als je dood gaat, ga je gewoon druk je het één keer... en dan ben je weer terug waar je was. Want de save game is altijd een soort van seconde voordat je dood gaat. Ja. Dat is wel goed gedaan op zich. Maar. Nou ja, dat is nog minder... Met die ene enemy die jou gekild op spawnlijk voor je neus. Je kan ook echt serieus 600 verschillende wapens met je meedragen. Je hebt een soort weapon wheel waarin je op elke slot kun je willekeurig welke wapens opbergen. Ja. Mm-hmm. En niet één wapen. Nee, elke slot heeft plek voor 6 wapens. Nee, dus dat is in de weapon wheel heb je, ik denk, 9 of 8 keuzes. En je hebt meer wapens dan dat mee. Ik denk dat je er 20 mee kan nemen. Er staat nog een... Maar ben je niet het lijkt een beetje oldschool Doom en Wolfenstein. Waar je gewoon... Je ziet het wapentje recht voor je neus. Je hebt je voetje. Het is een first person action game. Ik had het gevoel... laat die camera dan meebewegen. Dat het echt een beetje... Zodat het nog moeilijker wordt om te besturen. Nee, maar dan zien. Voelt het alsof... En je misselijk alsof, wordt. Alsof iemand niet soort van... net als je een kip vasthoudt. En dan dat zijn hoofd zo... En die blijft stil, blijft hangen. Dus zo voelde dat een beetje. Ja. Nou ja, anyways. Maar, ik snap heel goed wat jij bedoelt. Maar ik had juist daardoor ook... Bijvoorbeeld dat ik heel vaak dat ik in gevecht was. Maar dat ik van de 5 keer dat ik mappen probeerde uit te delen, dat 4, 5, 6, 7, 8 plekken inderdaad. Ja. En dan zie je dat bij elk slot kun je... Nee, dat is hoeveel? 6? Ja, dat is dat je nog 6 wapens... in je inventory hebt. Ja, en die nog niet geassigned zijn aan een button. Is toch logisch? Ja, nee, maar hier ben ik met je eens hoor. Dat is, maar dus je hebt veel. In totaal 6 wapens in inventory die je nog niet gemapt hebt hier. Dus dat is gewoon alles wat je nog over hebt, wat niet een plekje heeft, dat zie je daar en dat kan je kiezen op een gegeven moment. Maar wat is de point? Weet je, waarom moet je zo fucking veel wapens bij hebben. Nou ja, het is ergens een klein beetje wat mis. Ja, de hele tijd. De hele tyfus tijd ben ik shit aan het missen. Maar een looter shooter-achtig idee. Weet je, dat is het idee. Ja, waar komt die vandaan? Achter je. Omdat achter je. Het is de hele tijd achter je. Ja, natuurlijk. Het zijn zombies. Ja, maar net stond hij in. Mogen we dit heel even nog een keer zien? Maar kan dit nog heel even terugsturen? En het is een walker. Het is geen runner. Hier, kijk. Let op. Dus je... Ja. En er is nu natuurlijk gewoon een fucking zombie. Waar komt hij vandaan? Achter dat huis. Niet achter dat huis. Je liep daar net. Je deed die en je die liep dropkick. Gewoon achter me aan. Nee, die dropkick deed je mis. Toen was er niemand. Vervolgens draai je om, doet het nog een keer. Trap je deze. Is er iemand om het hoekje gekomen. Er is niet iemand om het hoekje. Ze lopen 1 km/u. Waar komt hij vandaan? Hij spont achter je. Ik zweer het je. Nou in. En het is... Nee, het is dom. Het is hoezo? Gewoon, dat zijn zombies. Omdat het, dat is, nee, maar omdat het niet klopt. En daardoor voelt die wereld nep aan. En dat is gewoon omdat... wat de fuck spawnen er nou zombies achter je, weet je? Wat is er nou voor onzin? Dat is logisch. Nee, dat gebeurt ook in Dead Rising. Ik heb nooit een zombies achter me spawnen. Heb ik nooit. Nou ja, spawnen. In mijn beleving is het helemaal niet een spawn. Maar zijn ze gewoon het hoekje omgelopen? Nee, omdat ik stond te stuntelen met mijn fucking dropkick. Nee, die dropkick was mis. En je kon toen al zien dat er geen zombie was. En vervolgens is er opeens een zombie achter je. En het mooie was ook, hij was bezig met die. En binnen een kwart seconde heeft hij zich omgedraaid. En staat hij eentje af te weer. Niet afgedraaid. Die zombie die grijpt je. Ja, oké, maar het was... Ja, die zombie die grijp je. Hoe? En het moet een schrikmomentje zijn. Maar er zijn een paar stukken. Bijvoorbeeld binnen heb je op een gegeven moment heb je sewers of kleine hokjes. Kleine huizen waar je doorheen gaat. En daar is het natuurlijk het idee dat het nog iets meer een horror vibe krijgt. Mm-hmm. En dat ze, weet je, jumpscare'tjes zitten er af en toe in. Ja, en wat dan ook. Als er eentje uit een wc kwam ineens. Ja, bijvoorbeeld. Dat soort stuff. En weet je, ik bedoel, ik denk dat namelijk wat jij nu omschrijft is exact de reden waarom het een first person shooter is. Omdat ze dachten van, dan is het enger. En vervolgens alles wat eng zou moeten zijn, hebben ze eruit gehaald. Namelijk het feit dat je zelf niet geïnfect kunt worden. Dus dat de dreiging gaat van die beesten af.
Het feit dat je ze echt neerknuppelt met stoelpoten, met bosjes tegelijkertijd. Ja, het wordt op een gegeven moment, dat is ook stom, hè? Want je levelt en dus op een gegeven moment krijg je naarmate je vordert in de game, krijg je vettere gear. Of mooie, weet je, zikkere wapens, groter kan je meer uitbouwen. Shotguns, dat soort dingen. Ja, maar ook, weet je, deze knuppel die dan een fire perk heeft, weet je, dat de mensen dat kun je erop zetten ook. Je hebt een workbench en dan kan heel veel crafting en dat soort dingen. Dus het stom is alleen dat de walkers, die levelen met je mee. Ja. Dus je hebt soort van, je begint met een stoelpoot. Ja. En dat heeft vier slagen nodig, bij wijze van op het hoofd. En een beetje, weet je, hoofd, dat is vaker een critical hit dan een lichaam. Dus op het hoofd vier tikken, op het lichaam zes of acht of weet ik veel wat. Maar met een stoelpoot, later in de game heb je shotguns of heb je gewoon hele sikke uitgebouwde wapens. Nog steeds drie of vier hits op het hoofd voordat ze dood zijn. Die diamanten stoelpoot is dan ook ineens nog maar... Bijvoorbeeld, maar het levelt mee, de zombies levelen mee, waardoor je dus... Waardoor het level nooit geen sterker zin zult gaan voelen. Ja, maar het level heeft geen zin. Maar dat was bij, hoe heet die Ubisoft shooter ook alweer? Ik weet wat je bedoelt. Een tijdje met z'n allen gespeeld nog. Wild, met die Breakpoint. Nee, met die virus uit. Nee, hoe heet het? Borderlands had het bijvoorbeeld The Division. De Division, dat bedoel ik. Bij Borderlands vond ik het niet zo erg, omdat je nieuwe wapens kreeg die vetter waren. Ja, maar dat is hier ook, hè? Dat is bedoelen natuurlijk. Ze willen, er zijn zoveel dingen. Dat... Maar Borderlands was het goed gedaan, omdat het levelen van die wapens, en die kon je niet levelen, maar je vond steeds nieuwe. Dat was steeds een beloning op zich. En ze werden wel sterker ten opzichte van de vijand. Ja? Ja, iets. De balans verschoven hier iets in jouw voordeel. Heel af en toe. Was het slecht gedaan. En daar was je dus de hele tijd een soort van magazijn na magazijn na magazijn aan het leegschieten op vijanden. Ongeacht het level wat je was. Omdat de vijand gewoon automatisch meelevelde. Ja. En wat helemaal dom was, is als jij als beginner, als ik als met een level 10 personage en jij als level 50 personage en dat we dan samen gingen spelen. En werd alles geskilled. Het sloeg helemaal nergens. Dus jij kwam de level 10 guys tegen en ik de level 50. Ja, het voelde gewoon kut. Hier heb je een puzzeltje. Er zitten af en toe wat puzzeltjes in die inderdaad gewoon heel, weet je, dat iedereen kan deze puzzels. Het is niet echt heel moeilijk. Je moet gewoon even een beetje kutten en maar ik heb zoiets anders naartoe lopen. Nog heel even over die keuze om dit een first person game te maken. Als maar dat niet werkt, doe het dan niet. Maar wat dan? Had je verwacht dat ze hier ineens een Dead Island 2 en third person van zouden maken? Wat ik had verwacht... Het werkt niet beter in één, hè? Dat was ook net... Alleen, het is inderdaad... Toen was het misschien nog relatief nieuw. Na Oblivion eigenlijk, wat je natuurlijk ook al volgens mij met first person kon doen, wat helemaal niet werkte. Maar dat was nog betrekkelijk nieuw. Er waren nog niet heel veel games die dat hadden gedaan. Maar dat voelde net zo kut. Dat heeft net zo kut gevoeld. Misschien nog wel erger, omdat het ouder was. Ja, maar ik denk dat daar was er gewoon iets anders in die game wat het interessant maakte. En de vijanden waren absoluut enger. De situatie was enger. Als jij ergens de hoek omliep en je zag gewoon 30 zombies staan, dat is ook zoiets. Dan ging je eromheen. Dan ging je eromheen, dan had je een probleem. Dus dat doet zich hier gewoon niet voor op die manier. En dat, daarom vind ik het loos. En ik heb echt zoiets van, weet je, de game doet grappig, maar is het niet. Doet spannend, maar wordt nooit spannend. Die wapens, die lijken heel wat, maar zijn nooit echt indrukwekkend. Nee. En dat is gewoon mijn probleem met Dead Island 2. Het wordt nooit echt concreet. Het wordt nooit echt een hele vette als game. Als zij de enemies zeg maar echt een soort van level locked per regio, per gebied hadden en jij kwam daar als gebeurt 20. Wel. Je hebt wel als jij een paar levels hoger, je hebt plekken waar te moeilijk is. Ja. Dan kom je niet snel maar doorheen. Ik wil dan zeg maar hier met mijn level 20 komen en met mijn flinke beuker van een wapen en dat ze allemaal gewoon echt instant fucking sludge hoofden hebben meteen. Maar dit ook zo van, je slaat 5 keer, er gebeurt eigenlijk niks. En de 6e keer vliegt ze kop eraf. Daarom, ik heb dus constant het gevoel dat ik mis. Je ziet letterlijk fucking zijn hoofd weg openrijten en zijn vlees van zijn hoofd afgaan. Kijk, Daan, zo kun jij eruit zien als je naar de sportschool gaat. Zo bloederig. Ja. Maar juist wel, die mechanics zijn juist best wel vet, dat je gewoon, je ziet de cuts. Ja. Er gebeurt wel wat. Dat wel. Maar ik heb het gevoel dat er constant nog een afstand tussen mij en de enemy zit. Ja, het is een heel... Je ziet dat bij shooters vaak. Ik sla, maar ik raak niet. Het is heel belangrijk dat als je een shooter hebt waarbij je dus een vijand hebt met damage, dat moet je goed managen. Want anders krijg je dat probleem van de Division. Dat je namelijk een soort van 30 kogels reageert die niet op. En de 31ste kogel valt hij opeens in een dramatische cutscene in dood.
En dat is hier ook zo. En ik bedoel, dit ook. Deze vijand, die is natuurlijk... Je checkt bloed en er zit nu een snee en shit. Maar kijk nou eventjes. Hij reageert niet eens waar je bent. Wat is het nou voor een trage stamper? Het is een zombie, stamper. Hij is dom. Ja, maar het is, er gaat geen gevaar vanuit, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij komt niet op je afrennen. Ja, je hebt niet hij is zo evil-achtige traag. Kut deze nee, guy. Ik ben gewoon heel erg fucking agile in mijn first-person shooter actie. Of nee, in mijn first-person hack and slash actie. Als je deze zombie in het echt tegenkomt, schrik je helemaal de tyfus. Je check, man. En hieruit doet hij helemaal niks. Hoppa, nee, omdat ik zo fucking goed ben. Hij is nu al dood. Nee, en een fucking vet upgrade wapen. En dan een bar vallen ook. En die komt uit zijn reet. Hé, een sleutel. Dit was veel. Ja. Maar nou, dat was je level boss. Dat was spannend. Nou, poep. Nee, de game wordt nergens echt spannend. Dat klopt. Maar dat vind ik wel jammer. Weet je, of wordt heel grappig, of wordt heel spannend. Ja. Of introduceer een andere dynamiek die ontzettend belonend is. Ik denk dat ze hiermee juist ertussen door en dat het een beetje spektakel is. En dat heeft het wel. Weet je, bommen en soort van fire mechanics. Omdat en alle, het minder allerlei open soorten. Is en meer geregisseerd. Waarom kan je niet een kill doen? Geen idee. Een stealth kill heb ik nergens ooit in de game kunnen ontdekken. Wat raar is. Maar ja, het is niet een stealthy game. Dat is misschien ook het ding. Ja, maar toch. Die zombies staan er. Die vragen gewoon om in de kop gestoken te worden. Met een van die felle wapens die je hebt. Ja, maar dat is heel vreemd dat er niet in zit. Maar je zei net. Je, vooral Boris, maar jullie lopen de hele tijd te hameren op alles. En op een gegeven moment zei je net. Maar die game wordt nergens echt vet. Dus de game is wel vet. Nou, ik vermaak me er zeker mee. Hij is... Ik zit alleen elke keer na een half uurtje al van... Maar jullie zitten te ranten, echt hard zelfs. Dat ik denk van, nou, dit is wel heel erg goede hard review voor begin dit. Begin je negatief en eindig je positief. Maar waarom is het dan wel vet? Er is één ding wel vet en dat is gewoon de wereld. Ja. Dus dat hotel waar je nu LA in zit. Is heel vibe. LA is tof. Het is gewoon die wereld waarin een zombie-outbreak is tof. Ja. En voor de rest, de personages zijn helaas net niet tof genoeg. De zombies zijn net niet tof genoeg en de acties net niet tof genoeg. En dat is alles. En voor de rest, ja, de wereld is wel tof genoeg. Maar is dat genoeg om deze game uit de budgetbak te houden? Ik weet het niet. Ja, dat is ik weet eigenlijk wel, maar review. Die bewaren we voor de korte voor de korte review. Ja, daar ga ik namelijk zeggen dat inderdaad het geval is dat hij daar thuis hoort. Ja, nee, dat ergens snap ik dat ook wel. Er zijn zeker momenten waarop ik dat ook heb gevoeld. Ik vind het dus ergens dat jullie hard zijn op bepaalde punten. Ik vind de first person shooter of first person hack and slash mechanics wel up to par voelen met wat je kan verwachten van first person hack and slash mechanics. Mm. En natuurlijk kan je gaan mieren neuken over het smaakje dat het niet dat het te vloeiend is in plaats van te impact of ja, wat dan ook. Misschien dat het bij Dying Light 2 gewoon minder was. Waardoor met dit nu heeft extra meer opvalt. Pompeuze broep. Dat is denk is ik wat ook, ze willen hebben doen. Het Tuurlijk. Is ook technisch. Hè? Hier zag je dat. Wat jij namelijk net deed, wat je misschien moet uitleggen. Is perfect dat, block. Ja, je hebt deed een perfect block. En een perfect block stunt de tegenstander. Waardoor die even blijft staan. Waardoor jij met X die finishing move kan die doen. Wel vette move kan doen. Ja. Inderdaad. En dat is, maar dat betekent dat je dus aan de ene kant heb je de dreiging van een runner die op je afkomt. En dan jouw reactie op, er is iets heel technisch aan. Oké, ik blok hem op het juiste moment en dan hop. En dan sla ik hem met die bijl in zijn kop. Met dat kleine vleesbijltje. Maakt er niet uit welk wapen je in je handen hebt. Nee, verder. Maakt geen rol uit. Maakt echt geen rol uit. Dus dat, ja, weet je, dan heb ik gewoon ook iets zo van. De dreiging is weg, want het wordt teruggereduceerd tot op het juiste moment blokken en dan op X drukken. Ja. Dat was het. En niet perfect blok is niet. Het klinkt alsof het moeilijk is, maar dat is het niet. Weet je? Nee, niet heel. Nee, nee het is gewoon oké, blok, X, klaar. Maar je moet het wel op een goed moment doen, want anders dan blok je gewoon. Dus en bij level bosses werkt het weer niet. Weet je, tenminste. Dan kan je weer perks, want we hebben het nog niet per se over gehad. Maar je hebt op een gegeven moment natuurlijk de Survivor Cards, of hoe het ook heet. Ja. Gewoon een kaartendek die je ziet hem hier. Dit is helemaal top getimed. Abilities inderdaad, die kan, ja, je unlockt een gedeelte van. Dit is nog helemaal in het begin. En sommige speel je vrij, soms vind je ze. Ik denk ook, er zijn heel veel zijn character afhankelijk. Hier staat ja, deze Carla tweede rij sowieso. Ja, precies. Dus dit was heel veel blokstaf. Nou, op een gegeven moment vond ik mijn dodge leuker dan mijn blok. Dus had ik helemaal niks aan mijn kaarten meer. Dus gebeurde er niks. Maar daarmee kan je dus wel vettere situaties ook creëren. Weet je, dat bijvoorbeeld wanneer je een medkit gebruikt, dat er een grote een soort van boom, de shockwave om je heen komt. Waardoor je, weet ik veel, de zombies naar achter schiet en wat dan ook. Dus je bent... Ja, ik weet niet. Ik vind het toch... Af en toe zit ik niet lekker in de vibe van het hack en slashen.
En dan ben ik er even uit. Maar af en toe zit je gewoon in zo'n lekkere hack and slash vibe. Mm-hmm. En dan zit ik gewoon slang. Gewoon en beuk je lekker door die game heen. Ja, en dan voor de rest inderdaad is het gewoon, vind ik het, zit het me af en toe in de weg dat het zo corridoord is. Van, ja. Nu moet je hierheen, nu moet je door dit tunneltje, nu moet je hierom. Ja, kijk maar of je links of rechts om dit huis loopt, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat haalt me heel erg uit de vibe. En dat je inderdaad voelt niet, van, dat voelt niet als Dead Island, dat element. Dat het meer geregisseerd is. Jij zei het al in een preview op een gegeven moment. Zei van, nee, het zijn districten die niet heel groot zijn. Ik zeg van, hè, weet je, vroeger was het gewoon een heel eiland. En dat voelde veel meer als je eigen avontuur. Het is veel te rechtlijnig. Ja, en nu is het inderdaad gewoon heel erg rechtlijnig. En wat er verteld wordt is, ja, weet je, er zitten wat toffe stukken in. Weet je, op een gegeven moment namelijk kom je erachter dat misschien niet alles is wat het lijkt. En dat de government involved is en dat er een soort van vieze spelletjes worden gespeeld. Dus ja, er zijn best wel wat verhaalchunks op te pikken die best leuk kunnen zijn. Maar voor de rest ben je eigenlijk soort van, oké, nu moet je naar Ryan of nu moet je, weet ik van, nu moet je naar Sambi die in Bel Air is. Nu moet je eventjes Michael zoeken die in de filmstudio's is. Ja. Al die locaties, die zijn fucking cool. En sommige missies, hier heb je op een gegeven moment, als je hier naar boven gaat, krijg je voor het eerst een gun. En dan moet je een beetje een soort van tower defense-achtige mechanic doen, dat je iedereen op afstand moet houden. Zag je trouwens dat hij wel met één klap die zombie wegmaait met zijn sledgehammer? Maar hij heeft een hele lijpe sledgehammer. Ja, dat kan jij ook. Maar met zijn lint. Dan moet jij vier keer staan, dat doen. Ja. Ja, nee, dat is helemaal. Maar die Sam, die komt ook uit de vorige. Die zit volgens mij ook als NPC in de vorige twee. Dus die Sam is een volleerde zombie apocalypse guy. En jij bent toevallig hier nu net een introducé in de zombie apocalypse natuurlijk. Dus kijk, een screamer. Ja, die is er ook gewoon natuurlijk. Anyways, wat ik ook af en toe vervelend vond, want er zit wel leuke exploration in. Je hebt bepaalde plekken, heel veel backtracking inderdaad. Het loont wel om af en toe terug te gaan. Ook omdat er dus op sommige plekken locaties zijn waar te moeilijke zombies zitten voor je level. En dan ga je later terug en dan kan je wel wat dingen vinden. Vind je een vetter wapen? Nou, niet dat het wapen uiteindelijk heel veel meer doet dan je stoelpoot aan het begin. Maar alsnog, het ziet er misschien cool uit en die, het heeft weer een nieuw effectje. Korte slow motions vind ik trouwens wel altijd lekker. Want dat je echt nog even die ragdoll. Ja, daarom. De actie voelt echt niet zo kut voor een first person hack and slash game. Maar ik vind dat die game wat niet first person moet zijn. Oh, ik word helemaal gek als ik die kut animatie van die knal zie. Welke knal? Ja, de klats. Voordat die kop eraf gaat. Ja, de riem inderdaad. Ja. Ja, nee, ik heb dat dus niet. Ik vind het prima aanvoelen. Wat ik vervelend vond, is dat er heel veel dus kisten en kamertjes zijn die een sleutel nodig hebben. En ik ben echt een guy die dit soort games altijd hoekje... Je gaat ook meteen op zoek. Ik ga op zoek. Weet niet of je moet backtracken of niet. Je vindt het niet. Ik denk dat ik 70% van de kamers en wat dan ook in deze game en dozen niet inkom omdat ik de juiste sleutel niet vind. Ja. En ik heb zoiets van, ik heb dit hele districtje uitgekampt. Waar de fuck is die kutsleutel? Ja, ik had dat ook. En het is er niet. Ze liggen altijd bij zombies. Je moet gewoon alle zombies afmaken en dan vind je die sleutels. Ja, maar dat doe ik. Maar ik vind het alsnog niet... Er stond er eentje achter, die heb je niet gezien. Die moest spawnen. Had de sleutel, ja. Maar ik had dat bijvoorbeeld ook. Je hebt in die wijk zit zo'n soort van frat house-achtig ding. En dan de enemies met een sterretje, dat zijn meestal de enemies die een naam hebben. De zombies. Ja? Ja, en er stond deze. Letterlijk... Nicky Cute, of iets waren zo'n één of twee deuren. Zo van, ja, daar heb je de Fred Hupplepup keycard voor nodig. Ja. Dus ik dacht, oh, kut, ik heb een keycard nodig. Waar de fuck kan ik die vinden? En ik zie die guy. En meestal, als gamer denk je, als een enemy een naam heeft, dan dropt hij vaak iets specifieks. Ja. Dus ik kill die guy. Er valt letterlijk een keycard uit zijn zak. Ja. Maar dat is niet een item wat ik kan oppikken. Nee, dat heb ik heel vaak gehad. Als ik het ergens kan krijgen, dan is het bij deze gast. Ja. Hij dropt dat item, maar het is gewoon niet schijnbaar een sleutel. Nou ja, ik heb dat soort dingen inderdaad vaak gehad. Ik denk van, de sleutel is letterlijk onvindbaar. Is dat voor een tweede playthrough? Of is dat echt pas aan dat het eind? Ik zou het heel ergens wel heel grappig vinden als je dus, weet ik veel, je hebt 8 of 10 districten of zo, dat je in district 9 iets vindt wat je in district 2 moet gebruiken. Maar dat gebeurt wel, want wat je vaak had, ik heb niet zoveel geduld. Dus ik had vaak dat ik bijvoorbeeld... Hotel is een goed voorbeeld. Dat er achter de receptie heb je allemaal lockers zitten. En daar heb je allemaal sleutels van. Nou, die vind je door het hele hotel. Ja. Maar aan het eind van de rit, ik ben 1 keer teruggelopen. En wat zat er maar geen fucking moer in die locker. Nee. En ik had zoiets van, nou, laat maar zitten. Want ik ga echt niet nog een keertje teruglopen voor die shit. Nee, dat klopt en dat heb ik gewoon de hele tijd bij die game. Omdat hij me gewoon net niet genoeg geeft. Heb ik gewoon zoiets van, het voelt
tedious. Het voelt gewoon alsof ik lastig gevallen word. Ja. Zo voelt die game. Ik vind het jammer. Maar want dat die is grappig wat je zegt. Het geeft het je net niet. En door dat net niet ben je echt net veel negatief. Ja, maar omdat die game het in zijn totaliteit ook net niet is. Nee. Ja. Dat is wat er gebeurt. Het geeft het je net niet. Het is het net niet. Het is niet spannend genoeg. De actie is niet goed genoeg. Het enige wat tof is de wereld waarin het zich afspeelt. Dat is echt het enige. En dat is ook hoe die game gemarket wordt. Want ze weten donders goed dat het sterk is aan die game. Ja, de rest is allemaal eigenlijk best wel gaaf. En een ander element van Dead Island 1 ook. Wat daar ook heel belangrijk was. Wat we volgens mij alle drie niet getest hebben. Dat is het co-op. Ja, ik heb niet gespeeld. Nee, kijk, maar aan de andere kant, dat gaat natuurlijk niet per se iets doen. Het is voor sommige verandert gamers... Verandert het verhaal niet verder. Nee, daarom. En de manier van gamen ook niet. Misschien dat er meer vijanden in zitten. Misschien dat ze wat moeilijker worden, wat dan ook. En het is natuurlijk, in heel veel games is het leuk om samen op pad te gaan. Ja. Als je dat vindt. Ik ben zelf heel erg een singleplayer gamer. Maar dat gaat denk ik niet per se iets veranderen aan hoe de game is. Nee. Volgens mij is die co-op niet crossplay. Wat anno 2023... Ja, het is net een beetje 50-50 eigenlijk. Maar dat is dus wel een kijk, ik vind het nogmaals, veel van jullie kritiek vind ik te hard. En dat ik het zelf er niet mee eens ben om of een verschil in smaak of een verschil in verwachting of wat dan ook. Maar ik moet er wel nog steeds bij zeggen dat ik dat dan wel gewoon met plezier heb gespeeld hoor. Ik vond het alleen hier dat ik dan na een half uurtje dacht van tering. Ik heb echt het gevoel dat ik deze guy nu 20 keer gemapt heb. 19 keer was raak, maar geen één keer voelde alsof ik echt raak heb gebruikt. Ja. Nou, wat ik vaak dus heb, is dat ik het inderdaad een ouderwetse game vind. Omdat het niet open wereld is, dat het gewoon heel erg soort van corridor, soort van ga maar daarheen. Het voelt, en kijk, op een gegeven moment zijn volgens mij 4 studio's hebben aan deze game gewerkt. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb jij inderdaad echt een hele andere game gespeeld. Er zullen vast wat elementen hier en daar zijn. Ik had hem veel lelijker verwacht daardoor. Ik had zoiets van, dit gaat ook echt ouderwets qua level design en qua looks en wat dan ook zijn. Nou, dat is echt niet. Dus ik denk dat Dambusters, de laatste studio die eraan gewerkt heeft, die hele map opnieuw heeft neergezet. Ja. Alleen dan misschien toch inderdaad te weinig tijd heeft gehad om er echt over na te denken van wat inderdaad een lijpe zombie game maakt, afgezien van de setting. Ja. En hoe dat precies werkt en al dat soort dingen. Dus ik voelde hem, het voelde vaak... De mechanics voelen gereskind, maar de wereld voelt gewoon echt opnieuw gedaan. Precies. Ja. En dat is waarom dus de game inderdaad, waar die schijnt en waar die inderdaad gewoon ouderwets voelt. Ja. Ja, en dat is het enige. Wat, dus die sleutels, die zitten me gewoon dwars. Dat ik gewoon niet dingen kon vinden. Maar wel dat er een of andere hele lijpe soort van... Ik zag ergens hier in deze filmstudio's ook een hele vibe locatie. Je kan trouwens heel veel situational stuff doen. Dus je kan regen aanzetten en dan... Maar dat is ook een grappig. Vertel me, ja, maar hoe dan, Daan, elektriciteit? Want je hebt wapens in je hand. Moet ik allemaal wapens weg gaan gooien dan? Ik snap het niet. Je kan hem daarna weer oppikken. Ja, dat weet ik. Maar je hebt er hier dus een... Oh, ik was fuel aan het fuel. Ja, nu wil je die in de fik steken. Hoe dan? Ja, daar heb ik ook wel moeite mee. Ik heb geen idee. Ik heb letterlijk geen idee hoe ik het aan moet steken. Had gestart, dan had je misschien kunnen schieten op... Met een vuurkogel? Je had de jerry can die je net gooit op het hart. Daar kun je op schieten, dan ontploft die. Oh, ja, maar dat is misschien... Ja, de can ontploft, dat klopt. Er staan genoeg tonnetjes hier en daar. Nee, maar dan had je wel vuur gehad. Dat was wel gebeurd. Zo heb ik wel ze in de fik gestoken, maar... In deze specifieke situatie, ja, ik weet het niet. Nou, kijk, hier dus bijvoorbeeld, hier is het water ligt op de grond. Dus als je hier, kijk, deze zombie die staat dan, hier gewoon zou je dan kunnen lokken daar naartoe. En dan op dat moment, weet ik veel, het stroomkastje kapot flutsch, slaan. Flutsch, dus flutsch, ik heb daar eigenlijk flutsch. Heel weinig, tenzij wat boss fights, weet je, met grote fucking bloters en spinnen en wat dan ook, heb ik daar dan wel gebruik van gemaakt. Van die, nou weet ik veel, dan kan je de pyrotechnics aanzetten en verbranden de zombies en dat soort shit. Batterijtje in plek. En ik trap ze graag een keer in het vuur of wat dan ook, maar voor de rest heb ik daar niet heel veel mee gedaan. Dus ja, het voelt inderdaad gewoon steeds als een ouderwetse game in een nieuw jasje. Ik denk eerlijk gezegd dat die game niet helemaal uitontwikkeld is. Ze zijn 3 keer opnieuw begonnen volgens mij met het maken van die game. Precies. En het zit hem juist in de details bij dit soort games. En die zijn gewoon niet genoeg uitgewerkt. En waar dat bijvoorbeeld bij veel andere zombie games juist ontzettend goed is. Want wat is er leuker aan een horde aan trappen, man. Ja, yes. Die staat er al klaar voor inderdaad. Ja.
weet je, een horde van wezens die niks terug doen en heel dom zijn, die wil je afmaken. Dat wil je op zo'n creatief mogelijke manier. Nou, dat is Dead Rising is dat perfect geweest. In Days Gone hebben ze het op een andere manier benaderd. Precies. Maar dat is ook hartstikke leuk. Ja, maar dus en, er zijn en hier blijft het gewoon liggen in een soort conceptfase. Nou, dat, omdat je al twee geniale of geniale hele goede voorbeelden hebt genoemd. Het is moeilijk om iets nieuws te doen. Ja, maar dat is toch logisch dat als het al een keer goed gedaan is, dat je dan dat lat hoger legt en dat je het zelf beter moet doen. Ja. En je zegt het al, van bijna alles is hier aanwezig om het beter te doen. Ja. Maar ze doen het niet. Nee. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat die game gewoon te weinig ontwikkeltijd heeft gehad. Waarschijnlijk gewoon te lang in ontwikkeling heeft. Precies. Ja, precies. Heel 11 jaar. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het schrijnende eraan. Een soort van, maar dat wetende vond ik dus, ik had een veel ergere game verwacht qua staat en qua want de game, bijvoorbeeld, afgezien van die keycards, wat ik denk dat het misschien inderdaad een bug is. En we krijgen natuurlijk nog een day one patch. Ja, die of echt niet, pas late game. Ja, dat is je save game is weg, hè? Ja, die moet je, nou, je kan hem overzetten als je hem op een bepaalde manier goed doet. Maar wat wilde ik ook weer zeggen over die waar ging ik heen, Daan? Jij weet dat misschien nog. Behalve dan die keycards. De bugs, geen. Ik had geen bugs. Ja, jullie vinden het misschien ergens buggy dat het de controls niet goed aanvoelen. Ik vind het ook buggy dat die zon is achter je spawnen. Dat vind ik ook dom. Ja, nee, ik denk dat het bewust is gedaan. En ik had die ervaring niet. Bij mij kwamen ze gewoon om de hoek in mijn hoofd. Ik weet nog één ding over de beloning in die game. Weet je, je vindt heel veel rommel onderweg. Weet je, dingen. En dat zijn plastics en elektrische componenten en weet ik veel, chemicaliën, allerlei dingen. Ja. En die dingen heb je nodig om je wapens te modden en te levelen en te repareren en dat soort dingen. Ja. En dat kan op de workbench. En ik vind namelijk de beloning die ervan uitgaat, van je opent een koffertje en daar zitten dan vaak 2 of 3 dingen in, weet je, inderdaad plastics of chemicals, dat soiets. Ja. Daar heb je er vaak al 80 van, weet je. En dan heb je, wauw, de 81ste dinges. Ja. En dat vind ik, jij zei net al, Borderlands, wat daar zo goed in is, elk wapen wat je ziet, daarvan heb je zo, even kijken wat het doet. Ja. Weet je, heel eventjes oppakken. Heel even kijken wat het doet. Er is geen enkel plezier in het 82ste flesje met chemicaliën pakken. Nee, maar dat is gewoon resources gatherer. Dat is wat anders dan wapens. Maar het geeft geen beloning. Zelfs als je bij wijze van spreken geld zou vinden, want dat vind je ook af en toe. Daar heb ik nog eens van, oh, ik heb nu $10,000 bij me of zoiets. Niet dat je er iets mee kan verder, maakt niet uit. Nou, juist tijdens de repairs. Dan moet je dat geld ook weer uitgeven. Ja, repairs. Dus wat ik cool vind is dat als je favoriete wapens hebt qua look of qua feel, nou, jullie vinden het feel kut, maar ik niet, dan kan je ze meelevelen met je dingen. Dus dan worden ook, in plaats van dat hij, weet ik veel, 70 damage doet, doet hij op een gegeven moment 200 damage. Ja. Niet dat het uitmaakt, want je characters of je enemies die levelen mee met hoeveel damage je kunnen pakken, maar Allah. Ik weet niet, dat werkt wel voor mij. Ik wilde wel dat gewoon. Nee, moest ik even uit de merk lokken en op een gegeven moment alles kapot maken hier in verschillende kanten. Maar ik vond dat wel dat je dus dat meelevelen kan en dus je favoriete wapentjes hebt die je wel goed vindt voelen of leuk vindt. Of af en toe wat nieuwe wapens. Op een gegeven moment krijg je bepaalde hele grote een soort van bijlachtige dingen. Of een beetje waar je stenen mee splijt. En die zijn in principe heel langzaam. Maar je kan er een paar perks op gooien dat ze heel snel worden. En dan wordt het best een leuk wapen om mee huis te houden dan, vind ik. Ja. Maar zo neem je dus je eigen, heb je een beetje je eigen wapentjes mee. Weer zo iemand die achter je staat. Zag je dat? Ja. Of ging die staan? Hij ging weer staan. Ah, hij ging weer staan. Logisch nadat je zijn kop eraf hebt geslagen. Maar goed, oké. Tuurlijk. Maar die wapens die kun je dus meelevelen. Dat kost geld. Dus ik heb inderdaad, wat je zegt, resources te over. Ja. Maar ik heb te weinig geld de hele tijd. Ja. Dus er ligt te veel resources in die wereld. Want dat is echt overal kan je vullen. Op een gegeven moment kan je stoppen bijna bij wijze van halverwege de game. En dan dan moet je pas aan het eind van de game weer een keer gaan restocken. Maar geld is er de hele tijd te weinig voor fuseboxes, waarmee je dus geheime kamertjes kan openmaken. Het levelen van je wapens, meelevelen als je een vet wapen hebt. Het repareren van de wapens. Kost veel en snel. Veel. Ik vind dus ook, je hebt te veel wapens bij. Het klinkt heel stom, maar omdat je er zoveel van hebt,
dan op een gegeven moment heb je ze allemaal kapot geslagen. Dan ga je naar zijn workbench, dan repareer je ze allemaal weer en dat was het. En ik had het maar op dat kostte zelf een geld uiteindelijk. Ja, maar uiteindelijk had ik daar, ik had het met 3 wapens en ik heb daar dat eigenlijk niet. En ik had de hele tijd de frustratie dat ik gewoon, weet je, een pistool schiet, wat is het, 6 keer of 8 keer, weet ik veel. En dan is je boef is die weg, weet je, dan kan je die ook weer repareren. Er ligt geen ammo, weet je. Bij ammo heb ik tenminste nog iets van, dat is een soort safety is dat. Dat ja. heb je hier allemaal niet, weet nou, je. Er ligt wel ammo, maar dat is dan weer vrij schaars. Ja, maar dat bedoel ik. Het is heel erg een slaggame en niet een schietgame. Ja. Dat vind ik dan, als er dan ergens gevaar van uitgaat, het feit dat je dan weinig ammo hebt. Niet dat je dat nodig hebt, want nee. je hebt ze toch wel kapot. Precies. Maar dat is het ding, omdat die, ja, het klopt gewoon niet. Ze hebben het gewoon net niet goed gedaan. En het, ja, ik weet het niet. Ik kan er ook verder niks meer aan toevoegen. Ik vind nee, het precies. echt gewoon... Jullie hebben het lekker afgebroken voor nou, me, nee, jongens. Ik, ja. nee, zeker niet. Want, ik, want ondanks wat ik gezegd nee, toch heb... Toch een hele zeker, game. Ik vond het nee, leuk. Nee. Ik heb wel plezier mee gehad. Nou, ga je dat nu zeggen? Nee, nou ja, ik vond het toch leuk. Als ik door mijn frustraties heen kijk... En kijken in wat voor wereld het zich afspeelt. En de lol die ik er dan ja, wel mee ziet heb. Het ziet er toch vet uit. Plaats, okay. Nee, het ziet er vet uit. Maar er valt wel gewoon heel veel op aan te merken. En helemaal als je erbij stil gaat staan en niet je kop uitzet. En gewoon hersenloos zombie gaat knallen. Ja, als je bij stil gaat staan van, ja, raak ik hem eigenlijk wel? Dan gaat dat irriteren op een gegeven moment. Ja, ik heb dat dus niet gehad, gelukkig. Ik heb het niet gedaan, noem me een slechte gamecriticus. Maar ik ben er gewoon lekker doorheen gebeukt. Ah, weet je wat ik ook moet zeggen? Bij die eerste game, ik weet niet of je nog kan herinneren hoe die game werd aangekondigd. Dat was op een E3. En er werd een trailer getoond die achterstevoren liep. Waarbij er iemand uit een hotel... Viel en, ja. ja, klopt. En die trailer was zo fucking goed... dat we allemaal zitten van... nee, wat vet. Ja, ja. En toen hebben ze dat nog een keer geprobeerd. En dat heeft die eigenlijk voor mij... Ook die trailer was ook fucking goed, van 2. Dat hij door dat... Over Venice ja. Beach liep. Ja, ja, die trailer was heel goed. Maar goed, toen kwam die game niet. En toen was dat momentum weg. Ja. En dat is denk ik het probleem geweest. Dat hij, voordat je goed en wel in de gaten had... wat de problemen waren met Dead Rising 1... had je hem al uitgespeeld. En bij deze game, daarvan... weet je, ik had er heel veel zin in. Het was alweer weg. Ja, en op een gegeven moment... Ja, jij met die dropkicks. Ja, ik probeer het. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel challenges. Hè? Een soort van dropkick, 3 mensen ja, tegelijk. Al dat soort shit. Krijg je op een gegeven moment ook blueprints en alles voor. Ja. Dit ja. ook, hè. Dat je dus die chick die je net af hebt gemaakt... die daar in een soort bruidsjurk loopt. Dat zegt wat... Vaak loop je dat soort scènes in die game. En dan zie je gewoon van... hé, dit was de bruidssuite. En de bruidegom ligt dan ergens... een soort van met zijn kop eraf op het bed. En dan de bruidegom komt uit de wc, weet je. En die ziet er zo uit. Ja. Zoiets. Of de bruid komt uit de wc, die ziet er zo uit. En dat... weet je, dat is wel... dat vind ik wel leuk. En dat is wat ze met die wereld goed hebben gedaan. Ja. En het is zo jammer dat de rest achterblijft dan. Dat vind ik echt zonde. Nee, maar goed, ik heb dat nu volgens mij 36 keer gezegd. Ja. Volgens mij moeten we stoppen met deze review. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat jullie vinden het ondermaats. En ja. Ik had het dus erger verwacht na al die development hell. Ik had zoiets van, dit gaat helemaal kut zijn. En ik vond het dus verbazingwekkend fun en vibey. Ja. En dat is een beetje wat het is. Vibe-y maar zeker, het is wel ouderwets. Ja. Dat vind ik ook. Maar jullie vinden het gewoon niet goed genoeg. Als die melee combat gewoon net iets impactvoller was, dan was ik echt al veel sneller tevreden geweest. Nee? Want ik heb namelijk die vibe fucking prima, man. Ja. Echt. Ja, ik weet ook niet precies meer. Nu heb je denk ik 3 verschillende, of eigenlijk jullie zitten een beetje op een lijn en ik zit er ietsje verder vandaan. Mm-hmm. Jij zit er tussenin. En dat is maar dus. Maar zoals dus, altijd, ik zit er altijd tussenin. Ja. Maar is dit wat is het bijvoeglijk naamwoord voor deze? Is het een matige? Ik vind jullie het een matige game. Ik vind het een budgetbakker. Ja, maar dat kunnen we hier ook natuurlijk wel zeggen. Ik vind het echt een budgetbakker. Ja. Ja, maar als budgetbakker, is hij dan wel leuk en goed? Nee, maar dan weet je, ik bedoel, je zal er maar €60 voor betalen. 70, 60, ja, 70, dat is wat deze game is. Hij is namelijk wel, hij is wel makkelijk 20 uur, denk ik. Ik vind hem 29,95. Dat kan ik wel mijn lijst. Subjectief vermakelijk. Ja. Ja, dat, je hoort het. Ja.